Nee, maar dat AEK, dat moet je toch niet onderschatten? Nou, nee, zeker moet je dat niet onderschatten. Maar wat weten jullie trouwens van Griekenland en van Athene? Dat lekker weer is daar. Hé man, een belangrijke week. Ja, dat kan wel stellen, ja. Zeker. Stellen. Twee Champions League wedstrijden, zo kan je het zien. Ja. En ik moet je zeggen dat ik voor de tweede iets nerveuzer ben dan voor de eerste. Ik ben bang voor dat je het te makkelijk oppakt nu. Je gaat niet makkelijk oppakken, absoluut niet. Woensdag moeten we er staan van minuut 1 en klaar, weet je. Die jongens uit Griekenland komen hier ook niet om vliegen te vangen. Ja, absoluut, dus, ben ik helemaal met je eens. En uit bij dat PSV, natuurlijk ga ik voor winst. Ja, maar je hebt hem nog niet gewonnen. Die gasten beginnen aardig te draaien, hoor. Niet gewonnen. Ah, maar ja, goed, even voor de duidelijkheid. Ik heb zitten kijken. Ja. Ik heb die wedstrijd tegen Den Haag er ook voor een stukje gezien. Ik denk van, ja, luister nou, als je zo voetbalt... Maar vriend, dat zeggen ze ook als Ajax met 5-0 van Emmen wint, geven ze ook Emmen de schuld. Zaterdagavond ook zakelijk gewonnen, zoals dat ze mooi heet. Dan kom potje hem snel te vergeten. En dan gaat hij straks weer vragen wat de klasse was. Ja. Nou, ik heb wel klasse iets gezien van een ex-Ajax-ziet. Heb je doelpunt nummer 500 van meneer Ibrahimovic gezien? Nee, ik heb hem niet gezien. Nou, dan die heb je niet gezien? Ik heb hem niet gezien, nee. Dan word je met dood gegooid, man, overal. Wat een goal weer, jongen. Belangrijker vond ik de 250ste kopen Klaasje de Huntelaar. En nummer 251, die zat er weer lekker in, moet ik zeggen. Het is de dag. Het is de dag? Vandaag is de dag. Welke dag? Vandaag ga ik spelen. Spelen vanavond? Ga je spelen? Ja. Goed, man. Goed, ga je spelen vanavond? Ja. Hey, super, man. Ja, ik ben echt blij, man. Ja, dat geloof ik. Ben je blij. Ja. Dat is natuurlijk. Flashback. Je mag het eraf. Oh, pas over een maandje. Echt waar? Het is lang, hè, jongen. Hè? En wel wat kleine oefeningen en passief dingen op de bank. Zeg maar met fysio's. Eenzaam dan, hè? Heel erg. En een flashback. Nadat ik jullie sprak, ging dat echt snel. Kon ik snel dingen doen en kon ik snel rennen. Kon ik snel weet je wel, alles opbouwen. Ja. Dus toen ging het op een gegeven moment echt... toen werd het leuker ook qua training. Hè. Snap ik. Hoe lang ben je eruit geweest? Qua wedstrijden is 11 maanden. 11 maanden. 11 maanden, hè? Ik train nu al, wat ik zei, anderhalf maandje sowieso volledig mee. Ja. En dan wil je echt al de stap maken richting de wedstrijden. Maar vanavond, als je een helft speelt, dan wil je meer natuurlijk, hè? Ja. Nou, ik hoop dat ik na een helft niet helemaal kapot ben. Ja, dat kan wel, ja. Maar daarom, ik bedoel, daarna verlang je naar je volgende minuten. Ja, tuurlijk. Ja. Heel veel succes vanavond. Ik zie je snel. Spreek je gauw, man. Is 1. Makkelijk. Goed, Frentje. Ja, mooie gozer. Ja. En dat wordt ook wat, hè, straks. Klaasie of Dolberg. Dolberg gaat ook vanavond minuutjes maken. Ja. We hebben het over Tjenny, maar ook Dolberg gaat spelen. Nou ja, dat is alleen maar goed voor de komende, periode. Ik denk dat je Huntelaar in deze vorm er niet zomaar uithaalt. Hij gaat ook nog vragen wat hij kloten vond. Heb je die scheidsrechter afgelopen zaterdagavond gezien? En nemen jullie nou mijn show over? Ja. Ja, maar het is heel makkelijk, die gozer hebben maar 3 vragen, dus ja, die weten maar we heb je die Hilger gezien? Dan krijgt Schöne krijgt een gele kaart. Voor echt. En dan zie je Groningen een paar overtredingen maken, die wijft gebeurt hij er helemaal niks. Wijft hij weg, doet hij niks mee. Die denk op een gegeven moment, man. Zondag wordt wel een belangrijke pot. Je moet hem winnen. Je moet hem minimaal gelijk spelen, maar je moet hem eigenlijk winnen. Kijk er wel naar uit, ik ben wel benieuwd, zeg je eerlijk. Gaat het fout, stuip 5 punten, moet je niet willen. Dus... Ik denk, ik zou niet weten waarom het fout gaat. Nee, ik ook niet, maar... Ik heb wel vertrouwen in dit Ajax zoals nu staat, zoals het doet. Ze zijn ongeslagen in de Griekse competitie. Geweldig. Wie? Oh, AEK. Oh, je had het nog over... Goedemorgen. Hey, daar ging het over. Of je had het nog over die oefenwedstrijd van woensdag. Je moet wel opletten als je ons filmt. Hè? Ja? Dan mag jij die dingen wel in je hoofd hebben, maar wij lullen gewoon door. Oefenwedstrijd van woensdag. Hoe heet dat? Nee, ik heb het over PSV. Dat we denken dat het best wel een lastig potje wordt. We hebben het over de oefenwedstrijd van woensdagavond, ja. Nee, maar dat AEK, dat moet je toch niet onderschatten? Nou, nee, zeker moet je dat niet onderschatten. Wat weten jullie trouwens van Griekenland en van Athene? Dat lekker weer is daar. Griekenland, dat zou bosbranden. Moussaka's, souvlaki en dingen begint gauw te vervelen. Eten vind ik niet zo heel lekker. Vlees is vaak een beetje aan de droge kant. Ik ben niet zo Griek. Ik ben niet zo... Je hebt een ander Grieks dingetje, daar hou ik ook niet van. Pythagoras is wel lekker. Ja, nee, maar jij houdt niet van een droge souvlaki? Nee. En van moussaka hou ik ook niet. Ja. Van droge souvlaki, van dat de moussaka. Nou, kom op, hey, jongens. Niet zo flauw.
Moet je nog even leren hoe je een balletje hoog gaat. Soufiane. Als je die een panna geeft, kom je zeker op tv. Soufiane, ik moet jou een panna geven, hoor ik net. Ik kan het boven. Ja. Ik geef die bal eens daar. Ik heb geen bal. Oh. Zonde, hè. Maar dan volgens mij nog niet gevraagd. Wat kan het beter? Wat kan er beter? Nou ja, hetzelfde antwoord is een paar weken terug. Stand op de ranglijst. Het enige wat je eraan kan doen is zondag winnen in Eindhoven. Maar dat wordt dus niet zo heel gemakkelijk. En daar hadden we het net over. Als je bij de les bent geweest. Succes maar de komende week. Dank je, dank je. Hoi, hoi. Dat is het, het muziekje van de Tour de France. Ja. Dat was de overmars wat er in de koffie wil. Ik denk dat voetballend qua geheel elftal Ajax sterker is dan PSV. Je moet alleen de goede dag hebben, gewoon klaar. En ik denk dat je hem woensdag wint met 3-0 en zondag wint met 2-1. Nou ja. Ik zet het even op papier en zet ik mijn handtekeningen eronder, want ik teken ervoor, ik vind het goed.